Nou, ik kan mij niet voorstellen dat het kan. Wat gebeurt er dan? Ik denk dat je maag dan heel erg de keer gaat. Volgens mij word je ook gewoon doodziek. Je gaat sowieso kotsen, toch? Andere dingen die ze tijdens de quarantaine hebben willen doen, hebben ze al gedaan. Daarom dagen de gierige gasten elkaar nu uit met een lijst van dingen die je absoluut niet wilt doen tijdens de quarantaine. Per aflevering is er één iemand de lul. De andere twee, die lachen toe. Dus zeg maar dag tegen de verveling. Dit is de Anti-Quarantainelist. Hallo jongens. Hallootjes. Het is weer tijd voor een nieuwe anti-quarantainelist. De lijst met dingen die je absoluut niet wil doen tijdens je quarantaine. Niels, ben je er een beetje klaar voor? Ik ben er wel klaar voor. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat de opdracht van deze week is. En Martijn, ben je een beetje zenuwachtig? Valt nog mee. Ik wil eerst de opdracht weten. Ik ben heel benieuwd wat het wordt. Dus kom maar op hier. Ben jij een beetje zenuwachtig voor deze presentatieklus? Want jij hebt ook al een tijdje geen werk gehad. misschien hangt je carrière hier wel vanaf. Ik zit inderdaad ook in quarantaine, ja. Oké, laten we de opdracht bekijken, jongens. Ja. Yes! Nederlanders worden steeds bewuster van hun eetpatroon. Het voedingscentrum adviseert 2000 calorieën per dag voor vrouwen en 2500 voor mannen. Terwijl sommigen zich daar strikt aan houden, zijn er ook mensen die daar helemaal niets om geven. Oh ja. Maar één van jullie zal het pas echt bon maken. De verliezer moet namelijk 10.000 calorieën daarbinnen werken in 1 uur tijd. En de andere twee kiezen wat er op het bordje verschijnt. Oeh, ja, ik vind 10.000 calorieën in 1 uur best wel veel. Ik denk als jij zoveel calorieën in een uur gaat eten, dat je kans hebt om best wel echt wel flink ziek te worden. Ik denk dat ik het van ons drie wel het zwaarste krijg. Ik zie Niels wel echt vaak bunkeren. Dus die kan echt veel tegelijk eten, laat ik het zo zeggen. Maar Joost willen we toch wel een keer in het wild zien, toch? Niels komt samen bij het vers, maar ik wil het niet doen. Dus ik kies Niels. Ik heb iets heel leuks bedacht voor de loting. Ik heb hier namelijk een hond. En ik heb buiten heb ik 3 bordjes gezet met jullie namen met 3 worstjes ervoor gelegd en we gaan kijken waar die hond als eerst heen gaat. Kijk, ik leg gewoon 3 identieke stukjes. Eentje bij Joost, eentje bij Niels en eentje bij Martijn. Ja, nee, ik ben nu de lul. Calorieën eten. Wat een goede loting is dit geweest, zeg. Ja, ik ben ook totaal niet voorbereid, joh. Terecht. Heel goed dat dit joch gewoon aan wordt gepakt. Ja, wij mogen zoveel eten gaan bestellen in Niels en ik. Absoluut. We gaan hem niet sparen. Geen calorie te weinig. Ik denk dat jouw eetlust wordt verpest voor de aankomende week. Kom maar op, motherfuckers. Ja, helemaal kut. Ik heb verloren. Ik heb natuurlijk wel al gelijk een plannetje voor mezelf gemaakt. Ik ga nu gewoon sporten. Ik ga gewoon zoveel mogelijk zorgen dat ik mijn lichaam nu ga uitputten. Dat ik ontzettend honger krijg. Want voor sporten krijg je vaak honger. Misschien dat helpt. I don't know. Ik heb nooit meegedaan aan een eetwedstrijd. Dus ik ga me lekker omkleden. En dan ga ik 10.000 calorieën in een uur proberen op te eten. Dat kan toch niet? Maar goed, ik ga mijn best doen. Calorieën. We kunnen gewoon echt alles bestellen wat we willen. Want waar word jij nou echt misselijk van? Tompoezen. Een zak snoep, een Big Tasty, tompoezen. Ja. 1 Big Tasty is 525 calorieën. Holy shit, dan moet jij echt veel eten, ouwe. Ik dacht dat een Big Tasty iets van 1500 was of zo. Nee, man, 500. Dus, maar ja, we kunnen er wel 1500 van maken als we er gewoon 3 bestellen. Ja, dan bestellen we 3 Big Tasties. Martijn kan ook niet heel erg goed tegen pittig eten. Zou zeggen dat we 2 rotti kip speciaal doen en dan hete kip? Ja, lijkt me een hele goeie. Dus dan zitten we nu op een kleine 2500 calorieën. Ik heb hier voor me Ben & Jerry's Caramel Brownie IJs. Dat is laten wel een lekker toetje. Oeh, 800 calorieën. Sparrows? Oh joh, 220 calorieën per 100 gram. Nou, laten we zeggen dat we een halve kilo sparrows doen. Gewoon dikke kapsalon. Een grote portie kapsalon is 1800 calorieën. Echt? Tering, dat is veel? Dat wist ik niet. Nou, doe die dan ook maar keer 2? Oh joh, ik heb en 40 calorieën. Te doen, nou, dit is okay. Niet te doen.
Een pizza. Ja, laten we dat doen. Maar oké, okay, maar dan wel eentje okay. Die je ook vies vindt. Kan je ook zo'n pizza zelf creëren? Soms heb je zo'n optie, ja, toch? Dus, ja. Dus dan doen we er anchovies bij en dan blijf, en shit dat gewoon niet samen met elkaar gaat. Oh, wafels. Creëer de allergekste wafel die je kan hebben totdat die 500 calorieën is, ja? We hebben hier nu 10.000 calorieën staan. 3 Big Tasties, 2 roti eten kip speciaal, 1 keer een Ben & Jerry's karamel, 1 portie sperrips groot, 2 grote kapsalons, 1 grote pizza met van alles erop en nog wat. En om nog een keer goed af te toppen, wafels van 500 calorieën. In een uur, gast. In een uur. Gast, dit heeft nog nooit iemand gekund. In de geschiedenis van de mensheid heeft nog nooit iemand zoveel gevrouwd in een uur, ouwe. Ja, lieve kijkers, het is nu 5:10, dus het kan elk moment gaan beginnen. De jongens hebben voor mij allemaal dingen besteld. Ik vrees het ergste, dat zal waarschijnlijk een hele rare combinatie zijn van allemaal hele vieze dingen. Of misschien juist heel lekkere dingen, waardoor ik het hierna nooit meer zal eten. Omdat als je er 10.000 calorieën van eet, het sowieso voor je verpest is. Het enige wat ik heb kunnen doen is een klein beetje voorbereiden. Ik moet zeggen, ik begin wel honger te krijgen. Maar ja, ik heb nog een hele wijde joggingbroek aangetrokken voor het geval dat het misschien zou kunnen helpen. Hier is de eerste maaltijd. Goedendag. Ah, kijk eens. Oh jongens, dit is heel zwaar. Het eten kan beginnen. Ik wilde die jongen nog eerst even bellen, maar het eten is er al. Wat is dit ook? Ik ben weer op de deur geklopt. Oh nee, god op. Ja, kijk eens. Dankjewel. Leren jongens, dit is niet oké. Okay. Dit is niet oké. Okay. Godverdomme, gasten. Kijk wat er nu al staat. Ik ben niet eens, het is fucking net 5:00. Gozer, dit is, ik denk 5 kilo per zak, gaf. Dit is 5 kilo per zak. Hebben jullie hier überhaupt bijgehouden hoeveel calorieën hier überhaupt in zitten? Ja, we hebben zeker bijgehouden. Wat is het eerste? Vertel, wat is er binnengekomen? Kapsalon. Kijk, een kapsalon. Nou. Een grote. Je hebt sambal bij gedaan. Ja, ik heb je had zo'n bezorgersnoot. En zo'n noot voor de keuken. En bij de keuken heb ik gezet extra sambal, alsjeblieft. Fucking teringlijks. Wordt aangeklopt. Kijk eens, dankjewel. Ik ben heel blij met deze. Je bent blij met die? Ja, voor de afwisseling is dit wel echt top. Hoe kan het nu duren? Die Ben & Jerry, ja, blijf eten. Je mag ook gewoon met je mond vol praten. 800 calorieën. 800 calorieën, hè? 800 calorieën. Jezus. Dit is mijn eerste kapsalon, hè, appies. Wat? Zo is het gast? Alleen van die kapsalon al. Oh, fuck. Volgende gerecht. Wat is het dan weer? Nasi met kip. Nasi kip. Oké, okay, daar gaan we dan. Nasi kip. Oh, wat een bord, ouwe. Wat een bord. Maar dit is wel niet normaal. Dit is ook waarschijnlijk tering pittig. Nee joh, hoe kom je erbij? Hou niet van pittig. Martijn is net als jij. Ja? Ja, die kan niet tegen een peper. Ik hou niet van pittig, nee. Moet zeggen, er zit wel op rechte tempo in. Ja, we zijn al wel 15 minuten bezig ruim. Hoeveel calorieën heb je nu op? 2 keer 1800 is 36. Dus je zit eigenlijk op een derde, Gappie. Je zit nu op een derde. Gast, ik ga er niet op krijgen, ouwe. Probeer zo ver mogelijk te komen. Geef niet op dit punt. Je kan nog verder. Ik denk wel oprecht dat ik nooit meer een kapsalon kan eten. Ik denk dat jullie officieel de kapsalon nu voor mij verpest hebben. Ja, was je zo fan? Ik had wel kapsalonnetjes als ik brak was. Oh, gast, ik moet gewoon kotsen uit het idee dat ik nog een kapsalon moet eten, weet je dat? Hé, hey, huh? Martijn, je kijkt helemaal niet vrolijk. Wat is er? Gozer. Kun je nog door, denk je? Nee, ik kan niet meer door, Niels. Maar je kan ook geen 10.000 calorieën in uur eten. Dat kan gewoon niet. Dat bestaat niet. Bestaat niet. Wie heeft dit gemaakt, grap? Dit is een mixed grill van de Turk. We hadden een sperrips uitgerekend, maar die is je vervanger. Dus die tellen ons 1100 calorieën. Wat? Dit is... Oh mijn god. Wow, neem je camera mee. Dit willen we zien. Gast, dit kan niet. Wow, dit is echt heel heftig. Maar het is er wel uit, dus dan kan je weer eten, toch? Dat zei ik dus ook. Ja. Oké, maat. Ik hoop oprecht voor je dat je er echt heel veel uit hebt gegooid. Zodat je gewoon door kan. Oh, gast, dit is zo... Ik heb nog nooit zo'n vies stuk vlees gegeten in mijn leven. Ik meen het. Dit heeft niks te maken met dat ik geen honger meer heb. Dit is zo smerig. Hey Joost, hoe lekker ga jij? Heel eerlijk, ik heb honger. Het is ook gewoon avond. Echt? Qua etenstijd, toch? Ja, je hebt gelijk ook. Ik neuk jullie dan met de moeder. Zal ik even kijken wat ik ga eten? Nou, ik denk dat ik even gezond ga doen.
Ik denk dat ik gewoon een banaantje neem of zo. Weet je? Ik zet het even opnieuw. Ik doe met je mee. Wat ben jij aan het eten, Martijn? Nog steeds hetzelfde. Cheers, hè? Ik zie je nou weer naar de wc. Martijn is weer weg. Oh, yes. Oh, de pizza. Oh, dit is wel even belangrijk dat we deze goed inleiden. Oh my god. Kijk, er is namelijk iets speciaals in deze pizza, Martijn. Dit is namelijk de grootste pizza die je kon nemen, 40 centimeter. En ja, we mochten hem zelf samenstellen, dus we zijn helemaal gek gegaan, toch? Nee, rot op. Ik zou zeggen, ja, kijk dus even. Kijk maar even. What the fuck? Ouwe, wat zit hier op? Gadverdamme, ouwe, dit is tonijn met ham en pepperoni en ananas. Dit is zo tering smerig. Ik hou niet eens van olijven, het zit vol met olijven. Dit... Martijn, we sparen je. Nee, besparen normaal je. Doen grap. Proef nou maar gewoon, misschien is een combinatie wel goud. Ik vind niet dat je het goed vastlegt, want als je over je nek gaat, moet je wel echt je camera meenemen. Weet je, de kijker wil wel 100% zeker weten dat je inderdaad over je nek bent gegaan. Dus oh, probeer. God. Nou. Echt heel zielig. Ja, maar dit is ook, het is ook niet te doen. Oh, die gaat zo goed, joh. Martijn, adem je nog? Die pizza is zo vaak smerig dat ik krijg het gewoon niet op mijn slot. Spijt me heel erg. Je hebt geen idee hoe vies die pizza is. Ik ga terug naar mijn Ben & Jerry's. Zeker mogolen. Kun jij ook even een shotje van je buik maken? Ik ben wel benieuwd wat de vorm van jouw buik nu is. Nou, er kan er genoeg bij. Je draait op springen. Gerekken. Daar kan echt wel wat bij. Maar de vraag is natuurlijk, gaat het Martijn lukken? Binnen 1 uur 10.000 calorieën. Martijn? Oh, hier zijn de burgers. Het is weer een tas vol, hè. Martijn, laat zien. Ik ben Oeh, die zijn wel groot. We wilden Big Tasties doen. Gewoon voor de calorieën, toch? Veel calorieën. Maar de McDonald's bezorgde niet. Gozer. Dit kan niet, Joost. Echt? Die geur alleen al. Oh my god. Ik ga hier doorheen laten. Sorry, ik kan gewoon niet meer. Ik kan niet meer eten, jongens. En daar is de... Ik kan wel janken, gast. Neem je camera mee. Waarom lachen wij als hij gaat kotsen? We hebben nog 3 minuten. Ik weet dat je dat wel. Dit moet die wafel zijn. Ik kan je vertellen, Niels. Die wafel is niet mild. Nee, wat heb je erbij gedaan? Ja, ben vergeten. Gewoon echt alles wat je kon aanvinken, heb ik gewoon aangevinkt. Oh, jongens. Maat, 3 minuten. Pak hem uit. Laat gewoon zien. Wat is het? Laat even zien dat je een gierige gast bent. Eet voor het vaderland. Kom op. Nee, jongens. Waarom zoveel van dit? Laat zien, wat is het? Oh, ik zie hem. Oh, hij zit hier echt zwaar tegenop. Hij heeft hier echt geen zin in. 3, 2, 1, gaan. Meer, hap, kom op. Kom Martijn. Kom op Martijn. Martijn en eet. Klopt maar, 30, eten. 29, 28, 22, eet door. Kom op Martijn, je kunt het. Nog een paar. Ja, maar je zit met je handen in de lucht. Je moet eten. Laat nou zien dat je dat ook kan, net als QC. Zo kan je niet zijn, bro. Nee, zo kan je niet zijn. Klaar. Het lukt niet, het kan niet. Ja, ik heb geen idee hoeveel calorieën nou uiteindelijk op heb gehad. Maar het zal wel iets richting de 4.500. Nee, bij lange na niet. Gozer, ouwe, holy shit. Ik ga van mijn leven niet meer eten. Dit was 1 kapsalon. Dit was 2 kapsalon. Bak met rijst, bak met kip. Dit is dan de grill, maar dit was gewoon rubber. Deze hebben we dan gehad, ik heb die burgers niet opgekregen. En de Ben & Jerry's om niet te vergeten. Deze 2 burgers en die pizza, die gaan we nog wel even langs die jongens met een grote mond brengen. Vooral Niels. Jij mag die burger zo meteen lekker gaan opeten met je grote bek. En die pizza, die is voor jou, Joost. Maar ik denk dat ik nu eventjes een uurtje niet van deze bank heb gekomen. Ik kan leren, dit kan niet goed voor je zijn.